Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Lens hier. Waarbij dat ik gewoon eens ga weer gaan kijken wat dat, de boodschappen is dat we vandaag moeten doorgeven. Hetgeen wat ik mij afvroeg was van wat zijn de redenen dat mensen met zoveel verwarring zijn. En dat lijkt alsof de mensen zo verward zijn. En we krijgen al onmiddellijk 3 kaarten. Ze zijn verward omdat ze al de dingen dat ze eigenlijk niet meer nodig hebben, nog niet verwijderd hebben. We kregen een elf kaart met de borstel. En het is belangrijk dat mensen echt hun leven letterlijk gaan opruimen. Omdat er eigenlijk een verschuiving plaatsvindt, een verandering plaatsvindt, dingen dat ze eigenlijk niet verwachten. Ik kreeg ook de kaart unexpected, dus onverwacht, met loslaten, maar tegelijkertijd ook oogst, verrassing, maar ook schok. Dus het feit dat de verwarring er is, is omdat ze eigenlijk tegen de stroom ingaan. En ik kreeg ook de kaart van de ganzen. En ik weet niet of je het weet, maar de meeste van die dieren zijn op dit moment bezig aan hun migratie en gaan richting zonnigere oorden. Maar op de kaart staat er ook, niemand wordt er achtergelaten. Ze zijn trouw aan de groep, trouw aan, en betrouwbaar. Ook als het gaat om de veranderingen. Dus je moet weten, als je doorheen nu verandering gaat en dat je merkt dat je heel veel verwarring brengt, dat de bedoeling is eigenlijk om het onbewuste bewust te worden. Dus dat je eigenlijk de ruimte dat je nu hebt tussen je oude wereld en de nieuwe wereld, om het zo te zeggen, tussen je oude leven en je nieuwe leven, dat belangrijk is om daar tegelijkertijd ook comfortabel in te voelen. En daarom krijg je ook de hoge priesteres-kaart. Maar belangrijk is dat in deze momenten dat je jouw eigen leiding volgt. Dat je begrijpt dat de dingen die in je buitenwereld gaan zijn te maken hebben met dingen die innerlijk nog niet in balans zijn. Of wel in balans, als het allemaal goed gaat met jou. Maar ook dat je boodschappen krijgt via dromen. Dat je meer en meer ook stukken gaat gaan integreren. Wijsheden, vaardigheden die je eigenlijk in vorige levens al hebt bemeesterd, gemeesterd. En dat je dat nu ook meer en meer terug mag gaan herinneren. Sommige stukken ga je bewust herinneren, andere stukken gaan onbewust zijn. En dat is oké. En dus het is belangrijk dat je weer ontdekt wat dat je passie in jezelf is. En soms wordt die passie aangewakkerd door andere personen, via onze relaties. Maar dat kan ook op andere manieren gebeuren natuurlijk. Ik kreeg hier ook de kaart met vuurwerk. En daar staan ook de kernwoorden passie, chemie, lust, verlangen, kus, wieringen, geluk, opwinding, maar ook het nieuwe jaar. Explosief en hete seks. En daarnaast was de kaart de tornado. Dus er is iets aan het opbouwen. En je weet, een tornado kan heel alles verwoestend zijn. Maar vanuit de schade die achterbleef, vanuit de dingen die gelijk gemaakt met de grond, kan weer heel veel passie en heel veel dingen ontstaan. En dat is hetgeen we dat ook voelen, want ook de reden waarom dat we eigenlijk, want we krijgen eigenlijk 2 keer een kaart, 2 verschillende kaarten. Eén met de zeis en de andere met de storm, dus tornado. En daar geven die altijd dezelfde boodschap in. Dat er iets gaat gebeuren die schokkend is, dat we niet gewoon zijn, maar dat het ook helpt om ons terug weer te verbinden met jezelf, dat we eigenlijk die migratie, dus die transformatie maken, dat van ons gevraagd wordt dus om alles die niet meer past bij jou, de versie die je zou willen zijn, met het leven dat je zou willen vormgeven, dat je dat ook echt letterlijk loslaat. Dat kan zijn dat je zelfs misschien een grote schoonmaak moet maken, dat je dat niet wacht tot de lente, maar dat je dat nu al doet.
Dat je dingen dat je niet meer gebruikt, kleren dat je niet meer aandoet, dat je al een jaar niet meer gedragen hebt, dat je die wegdoet, ongeacht eventuele emotionele dingen. Maar dat je echt verbindt met het diepste van jezelf, met emoties, zodanig dat je dan weer verder kan. En dan krijg je ook de olifantkaart. We hadden ook weer verwezen naar dromen. We hadden dat net ook al met de hoge priesteresskaart. Maar ook weer nu komt de boodschap van dromen naar boven. Dus via dromen, via telepathie, via de verbinding met je innerlijke zelf, ga je ook boodschappen ontvangen. Maar ga je ook merken dat je ondersteund wordt. Dus het gaat niet alleen over de boodschappen ontvangen. Deze kaart zegt ook als kernwoord wijs en vertrouwen en krachtig. En dus dat je op een krachtige en wijze, maar ook een moeiteloze manier eigenlijk obstakels kan gaan verwijderen, wegwerken. Op voorwaarde dat je dus die verbinding met je hogere zelf, met je eigen passie, met je hart weer maakt. We krijgen dan ook de mannelijke energie. En dat kan gaan over jou of over iemand anders. En de boodschap, we gaan dan anders extra kaarten naar trekken, heeft ook te maken met die dromen. Dus het kan ook zijn, of dan de telepathie, dus het kan ook zijn dat je telepathische boodschappen ontvangt van een mannelijke energie. Het kan ook je eigen mannelijke energie zijn. En dat heeft te maken tussen dingen die gebeurd zijn tussen 22 oktober en 21 november, dus in schorpioentijd. En daar is weer op die verbinding naar de, of de verwijzing liever naar dat passionele, naar dat seksuele. Dus daar zijn er waarschijnlijk ook dingen gebeurd die ook verbonden zijn met die verandering. Dus daar gaan een aantal dingen getoond geweest zijn, daar gaan een aantal dingen misschien een discussie of misschien een droom, misschien was het niet per se in de realiteit. Ten aanzien of in verband met mannelijke energie. Dat kan mannelijke energie in jezelf zijn. Dat kan mannelijke energie in je voorouderlijke lijn zijn. Dat kan mannelijke energie zijn in een connectie. Dus pas het toe zoals hij vanzelf te maken heeft. En wat krijgen we er ook nog? Het heeft ook te maken met religieuze ideeën. En dus niet alleen religieuze ideeën in de zin van kerken, maar ook dingen dat je gelooft. Dus jouw eigen overtuigingssysteem. Het overtuigingssysteem van de mannelijke energie. Want we krijgen ook weer familiewaarden, collectieve bewustzijn, traditie, programmeringen, conditionering en verder. Dus al die dingen, die verschuivingen, de verwarring die we nu hebben, is omdat we letterlijk losgebroken worden van al die oude stukken, oude ideeën. Want de hoge priesteraskaart ging ook over de onbewuste mind, dus het onbewuste gedachten dat we hebben, maar die toch ons leven leiden. En dan krijgen we nu de twee kaarten met een wat dat erop staat, alchemie. Dingen afbreken om andere dingen te maken. En de andere kaart is een rendier, die ook weer staat voor dat krachtige, voor het onafhankelijke. Voor het kalm zijn en toch gecollecteerd en dus gegrond zijn. Maar ook het vertrouwen hebben. Maar ook die solidariteit komt er ook weer aan voor. Dus solidair zijn met iedereen om jou heen, maar tegelijkertijd toch ook kiezen voor jezelf. En het zijn ook al twee groene kaarten. Met de kleur groen, dus er zit ook weer heel veel healing erin. En wat krijgen we nog? Volg jouw eigen lichtgeus. Dat is jouw eigen leidingssysteem, je GPS zou ik het eigenlijk bijna noemen. En dus de verbinding met jezelf en je ziel is eigenlijk de weg vooruit om je doorheen obstakels te leiden. Waarin dat je dan eigenlijk dus ook die mannelijke energie gebruikt om op een vlotte, geen emotioneel, maar een vlotte, gestructureerde manier eigenlijk vooruit te gaan. Dan krijgen we nog andere kaarten. De waterval met overvloeiend abundance, dus overvloed, twee keer overvloed, overstroomde overvloed. Chasing after something, cry, emotional release, let it go, fulfillment release and tears of joy. Dus dat gaat over dat overvloedige, over die welvaart, over het gevoel dat er van allerlei genoeg is.
En dan krijgen we ook de muiskaart en de doodskist. Maar die lagen al twee omgekeerd. Dus het is belangrijk dat je de oude versies in je hoofd, de oude overtuigingen, die gekoppeld zijn aan ziekte, vermoeidheid, stress, verlies, diefstal, schuld, piekeren, ik was aan het zoeken achter het woord, hè, angsten, zagen, klagen, al die dingen, maar ook alle dingen dat je onbewust bent, dus die daar wel mee verbonden zijn, maar waar je eigenlijk nog onbewust van bent, omdat het in je subconscious mind zit, dus het zit in je onbewuste gedachten. Die dingen mogen we echt allemaal en moeten we allemaal achter ons laten, om, om vervolgens eigenlijk volledig te kunnen tappen en stappen in dat overvloedige. En dat er is altijd genoeg, er is altijd iemand die van mij houdt, er is altijd iemand die mij ziet, er is altijd een situatie waarin dat ik volledig mezelf kan en mag en moet zijn. En dus laat jaloezie en backstabbing, dus elkaar in de rug of misleiden, liegen, al die dingen. Dat is eigenlijk tegen constructief. Dus dat werkt eigenlijk tegen de groei en de bewustwording is. Oké, wacht even. Er komen zoveel boodschappen door dat ik zelf ook verward word. Ah, gelukkig. Nu krijg je een kaart succesvol. Dus weet dat je succesvol bent. Zorgt. Eigenlijk moet je dat verwachten. En er staat ook bij Alpha Male, domineren. Volgens mij gaat het niet zozeer over het domineren. Maar gaat het erover dat je begrijpt en beseft dat je een magneet bent. Dat jouw eigen frequentie de verleiding is naar het hogere, naar de, jouw wensen. En dat het de reden waarom je verward bent, dat er eigenlijk voor zorgt dat je nog verder afweekt van de frequentie van jouw verlangens. En dat het net dat is, en dat zijn ook de dingen die ik leer in de cursus manifesteren met alle elementen, dat je een aantal stukken moet gaan uitlenen. Dus het gaat over je emoties, het gaat over je gedachten, het gaat over het fysieke. En dus al die dingen afstemmen op de juiste energie brengt, of zorgt er eigenlijk voor dat jouw kanaal, als je het zou zien als een buis, dat die buis eigenlijk gewoon helemaal zuiver is en dat er iets in zit, waardoor dat water gewoon heel vlot kan doorstromen. En dus overvloedig, zoals een waterval over je heen gaat stromen. Welke boodschappen mogen we nog meegeven? Wat heeft de verwarring nog mee te maken? Oep, dan krijg je weer twee. Hebben we de fixed the middle. Middle of the seasons, purpose driven, secure. Ja. Waarom is het soms verward? Omdat de dingen dat jij volgens jouw tijdschema en zo volgens jouw overtuigingen vindt en denkt dat dingen nu moeten gebeuren, dat eigenlijk nog niet de juiste tijd is. En dus, ja, mensen noemen dat divine timing, maar eigenlijk, de enige divine timing die er is dat jij dezelfde frequentie hebt. Zolang dat jij dezelfde frequentie niet hebt om je verlangen te kristalliseren, dus in materie te brengen, dan wil dat zeggen dat er nog stukken zijn die je nog te leren hebt, of dat je nog moet meer over bewustzijn over worden. Plus, wat je ook rekening mee moet houden, is dat voor het materialiseren van sommige verlangens en wensen, dat er ook andere mensen en zielen in betrokken zijn, en dus ook hun zielsgroei. En dus jouw resultaat, of laat ons zeggen, de kristallisering van jouw wens, hangt dan ook een stukje verbonden, of is een stukje verbonden met hun leerproces. Dus net daarom is het ook belangrijk om dat gewoon los te laten. En om niet te zeggen van, oh, ik wil dat die persoon, mijn mannelijke energie, mij nu vandaag contacteert, of ik wil dat u nu dit, dat of dat, zus of zo doet. Want dat is ook nog altijd vanuit de vervormde vrouwelijke energie, waarin dat ze eigenlijk wel gaan controleren. Zelfs gewoon je mannelijke energie willen helpen healen, is vanuit controle en dus niet vanuit de geheelde vrouwelijke energie. Ik weet, ik merk dat er blijkbaar iemand is die dat nog eens moet opnieuw horen. En dus, de grootste problemen waarin je tegenaan loopt, of waarom dat je verwarring ervaart, of waarom dat je je verward voelt, is omdat je gedachten niet afgestemd zijn op wat je ziel weet dat mogelijk is.
Waardoor dat je eigenlijk op een onbewuste manier problemen gaat gaan creëren, waardoor dat je twijfel gaat gaan creëren, waardoor je dat gaat twijfelen, waardoor dat je veel te veel in het fysieke gaat gaan zitten, in die zin dat je eigenlijk veel te veel probeert te gaan voorspellen en te gaan controleren. Dus ook hier is het weer belangrijk om weg te stappen en om de gedachten die nu door je heen gaan, om die eigenlijk volledig bewust van te worden en te gaan kijken van wat is nu hetgeen dat er echt onder zit. Welke wonden zit er nu echt onder? Nu, als je jezelf wilt gaan healen en je wilt leren om eigenlijk een meester te zijn in manifestatie, maar ook vooral in jouw eigen transformatie en healing, dan nodig ik je uit om het programma met de universele vlammen te volgen, omdat je daarin heel duidelijk leert. Er zijn heel veel oefeningen in, heel veel vragen, heel veel transformaties en healingen, waarin je leert met de vlammen te werken, zodat je het voor je eigen leven kan toepassen, maar ook voor je klanten als je coach of healer bent. En dus ook kan doorgeven aan anderen. Zeg je van, ja maar Lindsay, ik wil eigenlijk direct all the way gaan, dan is het beter om eigenlijk het programma Spirituele Ondernemer te volgen. Ook al ben je geen ondernemer, waarom noemt het programma nog zo? Enerzijds omdat er stukken tussen zitten rond mensen die inderdaad willen een business gaan vormgeven vanuit hun zielsmissie, dus vanuit wie dat ze zijn als ziel. Maar er zitten ook heel veel stukken rond manifesteren. Omdat uiteindelijk een business manifesteren, zeker wanneer het gaat over spirituele business, is zo nauw verbonden met het manifesteren van jouw eigen leven, dat er ook heel veel tools en tricks en inzichten en healingen zijn specifiek gericht op manifesteren. Dus als je dat wilt en je hebt al bijvoorbeeld de cursus manifesteren met alle elementen gevolgd, dan is eigenlijk spirituele ondernemer sowieso een volgende aanrader. Waarom? Omdat je niet alleen daarin alles rond het spiritueel ondernemen en dus het spiritueel vormgeven van je eigen leven ook tricks en tools en healingen en transmissies krijgt, maar je krijgt sowieso ook toegang tot het programma met de universele vlammen. Dus, en nog een aantal andere cursussen die ik ook al heb gemaakt. Dus als je dat wilt, zou ik zeggen, kijk eens op de pagina van Spiritueel Ondernemer. Ook al ben je spirituele ondernemer of bijna niet van plan, dat maakt zelfs niet uit. Het gaat vooral over het ondernemen van in je eigen leven. Dus het verder vormgeven, het verder manifesteren, het verder creëren van het droomleven dat je wilt. Voilà, dat was het voor nu. Ik hoop dat je alvast wat een aantal inzichten hebt gehad rond die verwarring. Dus kort gezegd, het heeft te maken met het verder bewust worden van je onbewuste gedachten, de subconscious mind. En om te leren comfort en vertrouwen te vinden in het nieuwe, in het onbekende. Voilà, dat was het voor nu. Oh ja, wat ik nog wil meegeven. Sinds vandaag heb ik ook iets nieuws. Dat is eigenlijk het lidmaatschap readingen. Waarin dat je voor een kleine maandelijkse bijdrage eigenlijk toegang krijgt tot een aantal verborgen readingen. Dus dergelijke zoals nu, waarin ik boodschappen doorgeef. Je kan ook zelf je vragen dan doorsturen, waar ik dan ook een video van maak. En er is geen app, er geen extra platform of wat dan ook waar je moet voor op inschrijven. Je krijgt gewoon dan de verborgen reading gewoon in je mailbox. Simpel en eenvoudig. Voilà, dus als je ook dat wenst, kijk ook onderaan op de linkjes. En dan word je daar zo snel als mogelijk, als jij wenst, lid van. Dat was het voor nu. Een fijn weekend en tot volgende week.